wij kennen elkaar al een tijdje. Siska, jij weet dat ik van heel veel dingen hou. Ja. Ik ben breed georiënteerd, maar er zijn een paar dingen waar ik echt, echt, echt van hou. En dat is theater, hou ik van. En ik hou van politiek. En ik hou, omdat we hier nu ook zitten, een heel klein beetje ook van Vilvoorde. Dus ja, ik had een tochtdag gisteren. Coude Théâtre intussen in Vilvoorde. Coude Théâtre. Daar hou ik ook van. Coude Théâtre. Wat is er gebeurd? Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. De SQA en Groen, die zaten samen in een kartel. Die wonnen de verkiezingen. Toen zei de SQA, sorry Groen, jullie zijn te onervaren. Jullie zijn te groen. Dus jullie krijgen geen schepenen. We gaan met andere partijen verder. En toen zei Groen, F you. We stappen uit het kartel en we gaan de oppositie in. En we hebben er zin in. Nu gaan we met veel plezier in de oppositie. En veel plezier. Wauw. Kijk, dit is echt heel slecht geacteerd. Dit gelooft werkelijk helemaal niemand. En het is ook lastig om te spelen dat je blij bent, terwijl je dat niet bent. Deze N-VA-burgemeester van Londen is bijvoorbeeld ook de grootste geworden, maar toch geen burgemeester. En actie! Well, ja, eerst en vooral wil ik toch zeggen, het zal u misschien verwonderen, maar voor u staat hier wel een heel tevreden politica. Wat een feest. Nou goed, laten we dan maar naar de hoofdrolspeler. De hoofdrolspelers gaan, namelijk Bart de Wever. Hij werd op de verkiezingsavond gevolgd door camera's. En daar kwam opeens helemaal spontaan een dramatische monoloog van Heb ik jou daar. Het is hier eigenlijk een historische kans om heel die stad in de plooi te leggen en een soort nationale verzoening te prediken. Ik denk dat ik dat ze beetje ga doen. Hè. Het is tijd voor verzoening. Hè. Want dat, hey, wij kunnen ook zo niet verder tegen links. Ik word daar zo moe van, die een oorlog elke dag. We moeten daar... Eigenlijk zouden we ook moeten zeggen, maar pff, come on, overstijg dat. Oké. Nou, dit is heel goed van buiten geleerd, heel duidelijk. Maar zoals bij ieder toneelstuk is er altijd één hele zure recensent. Als je die beelden ziet, wat hij niet is, is een goede acteur. Miauw. Maar goed, slecht acteur, goed acteur, ik weet het niet. Misschien heeft hij wel een punt, want kijk, als je zo'n tekst zou laten spelen door een acteur die het echt meent, ja, dan krijg je wat anders. Dat is hier eigenlijk een historische kans om heel die stad in een plooi te leggen en een soort nationale verzoening te prediken. Ik denk dat ik dat subiet ga doen. Huh? Het is tijd voor verzoening, hè? Want alleen wij kunnen ook zo niet verder, jongen. Tegen links. Ik word daar zo moe van. Die oorlog elke dag. Wij moeten daar. Eigenlijk zouden wij ook moeten zeggen van. Kom aan, overstijgt dat.